ingewijd in 804, in het bijzijn van Karel de Grote en zijn gemalin. Paus Leo III zelf voltrok deze inwijding. Later zou bisschop Notger de grondlegger worden van het prinsbisdom Luik. Wie de geit die openmaken? Ze is van 9, dus ze ligt hier al 4 jaar. Ik weet niet of dat de juiste is. In 9 heb ik ze gevonden. Ik heb ze nooit hier van openmaken, omdat ik denk dat het een ontgoocheling zou kunnen zijn. Dat is dus de plaat die je paar. Hoe heet ze? Peer Spears. Ja, dat kan ik niet. Het kan niet praktijk weer kaatst. Peer Spears. En staat erop Concert d'automne. Dat gaan we dus direct beluisteren. De bloesems van daarnet zijn blozende kersen geworden. Sint-Truiden viert zijn kersen. Hier, vind mij. Daar heb ik dus 4 jaar, wanneer is de datum, op gewacht om die te openen. Van 3099 tot nu. Omdat ik vrees dat ik ontgoocheld ga zijn. Dat was een van de mooiste stukken die Louis Westag ooit gebruikte in zijn film. Ik denk over Congo zelfs. Hij heeft die... Ja? Ja. Pierre Spiers, Concerto d'automne. Wanne du France gekocht in 2009. Louis Westag heeft dat nooit meer teruggegeven. Ik heb het hem... nooit vergeven. Pussycat. Maar zijn plaat was wel een extended play. Er stonden maar 4 nummertjes op. Daar stond die Pussycat op. Op Vega, ja. Je bent weer een spiers gestikt met eigen zin. Terwijl dat je een honden jumme. Nu komt het. Nu gaat je mijn emoties zien verschijnen. Hey.
straat, hè. Echt heb ik serieus naar gezocht naar dat ding, hè.